ben Wouter Kroneman, ik ben 15 jaar. Ik kom uit Rotterdam en ik hockey ook op Hockeyclub Rotterdam in Jongens A1. Ik heb vroeger judo gedaan. Dat heb ik vanaf mijn 6e gedaan. En daar ben ik 2 jaar geleden mee gestopt, omdat het niet meer goed te combineren was met school en met hockey. Ik heb het hockey altijd ernaast gedaan, ja, vanaf mijn 7e. Het was goed te combineren inderdaad. Alleen in het eerst zat ik natuurlijk al in het Zuid-Hollands en begon het al druk te worden met school. En in het tweede was het gewoon echt niet meer te combineren. Het ging niet meer. Ik was wel graag doorgegaan met judo, maar het ging niet meer. Nou ja, was ik goed. Ik was redelijk goed, ja. Ja, ik was niet slecht, zeg maar. Het leuke aan judo is dat je gewoon lekker kan stoeien met je vrienden. En je wordt er natuurlijk sterker van. En je voetenwerk wordt ook beter. En je leert je val breken en zo. Ja, het is gewoon heel handig voor je ontwikkeling. En het hockey. Het voetenwerk natuurlijk bij judo. Daar heb ik nu nog wel wat aan. Ik heb met judo de bruine band gehaald. Ja, tuurlijk, want het is de band voor de zwarte band. Dus dan is de verleiding wel heel groot om door te gaan tot de zwarte band. Alleen, ja, ik vond het wel jammer. Ja, ik wist sowieso al dat ik vroeg dat ik voor hockey ging kiezen. Want dat vond ik gewoon leuker. Meer met een team en zo. Meer met je vrienden. Dus, en met judo ben je meer gewoon in je eentje. Dus dat vond ik minder. Dus ik wist al heel snel dat ik voor hockey ging kiezen. Ik heb eerst voor de winterstop bij B1 meegedaan. Alleen na de winterstop schuif ik door naar Jongens A1 en dan ga ik daar verder. Ik moet eerst maar eens even mijn draai gaan vinden daar en kijken of ik daar ritme kan vinden in mijn spel en zo. Dus maar even afwachten.